Vandaag een nieuw deel van onze serie over de ingrijpende veranderingen aan het Nederlandse spoor de afgelopen decennia. Na de Tweede Wereldoorlog gebeurt er veel. Stoomlocomotieven maken plaats voor diesel- en elektrische treinen. En het spoor wordt geautomatiseerd. Stokers, remmers, overwegwachters worden allemaal overbodig. De NS-medewerkers die dit werk deden, vertellen nu zelf over alle veranderingen die zij meemaakten. Kijkt u naar de vierde en voorlopig laatste aflevering van Herinneringen aan het spoor. Toen in 1839 de eerste trein door Nederland reed, kon men niet geloven dat dit de toekomst was. Mensen vonden de trein gevaarlijk en hij maakte veel kabaal. Zouden de koeien van schrik nog wel melk geven? Maar het spoor bracht ook nieuwe banen. De komende afleveringen laten we mensen aan het woord die hun leven lang bij het spoor gewerkt hebben. Kees Goudé werkte zijn hele leven bij de spoorwegen, net als zijn vader, die machinist was. De liefde voor het spoor werd dus met de paplepel ingegoten. Zelfs de kinderkamer van Kees was in een treinwagon aan de Cartesiusweg in Utrecht, waar in de jaren 50 treinen af en aanreden. Nou, voor mij zit mijn geboorteplaats hier. Dit stukje in Utrecht, dat is mijn geboorteplaats. Je ziet hier de Cartesiusweg. We zijn net overgestoken over dit punt en hier langs gelopen. En we staan ongeveer op dit punt. En wij stonden hier, op deze plek. Hier was de tuin, hier stond de garage, we hadden ook nog een garage. Het is een heel leuk gebied eigenlijk, want het is echt een NS-gebied, jarenlang geweest. Hier was de spoorstaaflasinrichting jarenlang, waar eigenlijk de sporen aan elkaar gelast werden voor de lange trajecten. Want er was dus altijd veel te beleven. Even een plaatje van maken. Ja, mijn ouders die zijn in 48 getrouwd en er was veel woningnood, vlak na de oorlog. Ze woonden in bij zijn ouders en dat beviel eigenlijk niet zo goed. En ja, toen hebben ze in die periode gezocht naar een andere mogelijkheid. En uiteindelijk vonden ze dan een mogelijkheid in de vorm van het kopen van een spoorwagon. Die heeft hij helemaal verbouwd. En zo tegen 1950 was dat ding klaar en gingen ze verhuizen en werd ik geboren in datzelfde jaar. Ik ben dus geboren in de spoorwagon. En een zusje van deze wagon, die staat in het Spoormuseum. Die lijkt heel veel op de wagen waar ik in gewoond heb. Alleen die wagen is nog origineel ingericht. De hele inrichting was eruit gesloopt. En daar was een compleet huis ingebouwd. Hier was onze deur. En dan kwam je in de gang. En dan was hier een deur. Dan was dit de keuken. Keukenruimte hier. En dan eigenlijk hier. Klein stukje verder waar we nu zijn. Hier was het toilet. En hier was dan de deur naar de kamer. De kamer was het voorgedeelte van de wagen. Dat was een heel goed ingedeeld. Praktisch. En als ik dan aan de linkerkant keek als we de kamer binnenkwamen, dan lag daar het spoor. Als kind zijnde kwam mijn vader voorbij rijden met de diesellocomotief. Die was machinist. En dan keek ik door het raam en dan hing hij ook uit het raam. En een meter of vijf verder kwam hij dan voorbij. Onder die wagen zaten nog stukken koperdraad die als leidingen naar de motoren liepen. En als hij dan wat geld nodig had, dan zagen die weer een stuk koper eronder uit. En het was na de oorlog een heleboel geld waard. Dus dat was een mooi spaarpot. Op een gegeven moment wilde de gemeente dit gebied gebruiken voor andere dingen.
En toen hebben we wel een ander stukje grond gekregen. Hij is gewoon van zijn plek afgehaald, hier. En toen zo dwars over spoorrails naar die spoordijk daar, de lijn naar Amsterdam, net voor de watertoren daar. En daar zie je nog in de verte die bomen staan. Het kan wel zijn dat bepaalde struiken door mijn vader geplant zijn. Het was geen verschil met een huis, alleen het was heel klein, dat wel. Er was geen douche bijvoorbeeld, het had niemand. Niemand had een douche in 1950. Telefoon hadden we niet, televisie was er niet. Je was heel veel buiten eigenlijk ook. En heel langzaam in de jaren kwamen er steeds meer spoorwagons bij. En het was toch wel aantrekkelijk. En daar woonden dan vrijwel altijd machinisten of conducteurs. Alle groen staat er nog. Al deze begroeiing hier, die stond rondom de wagen. Dus het is wel bijzonder. Die plek waar hij gestaan heeft, die is gewoon lichtbraak. Ja. Je hebt eigenlijk heel veel privacy, omdat je alleen maar op je eigen stuk woont. Je hebt geen directe buren, ja, die zitten een meter of 10 verderop. Nou, hier kan je erin. Dat was een hele leuke periode, ja. Dat is heel bijzonder, want die plek daar aan het eind van die zandlaan hier, die herinner ik me gewoon als ik om me heen kijk, die bomen, de plaats van de bomen. Aan de achterkant van het huis, zeg maar, van de wagon. Dus het is nog net zo. Er is eigenlijk weinig veranderd, behalve dat de wagen weg is. De gemeente die had toen een opvatting dat dit soort woningen, tijdelijke woningen noemen ze het, moesten worden opgeruimd. Dus er kwam dan een uitvaardiging dat het huis weg moest. Dat was ons huis, maar zij vonden het geen huis. En het verhuis moest afgebroken worden of verwijderd. En uiteindelijk hebben mijn vader en ik hem gesloopt met de hand. Gewoon staan slopen met een bijl. En, dat herinner ik me nog wel, dat we dat samen gedaan hebben. Voor een groot deel hoor. Het zware werk moest natuurlijk met mechanische apparatuur gebeuren, maar veel afgevoerd. Mijn ouders hebben toen een echt stenen huis gekocht. Het was wel wennen, want je had ineens buren. Ja, dat was heel vreemd om mee te maken. Je had een hele grote tuin en dat werd ook allemaal minder. De vrijheid was weg. De vrijheid, blijheid was weg. Ik zou je vertellen, ik zou hier best hebben willen blijven wonen. Ja, het was een fantastische woonomgeving hier in dit gebied. Zie je? Dat is Puk. Toen mevrouw Barbé als 16-jarig meisje van school kwam, solliciteerde ze op een administratieve functie bij de spoorwegen. Ze werd direct aangenomen en werd verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van de spoorwegstaking. En hier zou het niet bij blijven. Toen was ik dus 40 jaar bij NS. Ik was 9 toen de oorlog begon en 14 toen het over was. Je hebt niet alles beseffen natuurlijk, want daar was je aan te jong voor. Maar het was een angstige tijd ook, want mensen moesten onderduiken. De spoorwegen staakten, dus al het personeel staakte. Het hele bedrijf lag plat. Maar het ging natuurlijk meestal om het rijden personeel. Ik zat er toen nog niet, maar de administratie was natuurlijk niet belangrijk voor een Duitser. Maar die trein moest rijden.
ze hadden daar een term voor en ik dacht, de kinderen van Versteeg of zoiets noemden ze dat, die gingen onder de wol. Dus ze doken onder. Ik dacht van Versteeg maar, dat geeft me mening voor een betere. 17 september 1944. Op bevel van de Nederlandse regering, tijdelijk te Londen gevestigd, legden de spoorwegmannen in ons land van hoog tot laag het werk neer. Ze staakten omdat de treinen reden en die vervoerden verkeerde dingen. Of mensen naar een concentratiekamp. En toen zijn ze gaan staken. Treinstellen werden in brand geschoten of gebombardeerd, zodat de werkplaatsen der Nederlandse spoorwegen thans bijna slechts wrakken bergen. Dit bijvoorbeeld was eens het comfortabele interieur van een onze dieseltreinstellen. Maar tenslotte kwam de zo lang verbeide bevrijding. Nou ja, kijk, je kwam van school en je ging werken, dus dat volgde vanzelf. Kijk, getrouwde vrouwen, die zaten thuis. Want het was zo bij de spoorwegen, als ik zeg maar getrouwd was, dan had ik alleen maar hoeven zeggen van ik ben gisteren getrouwd, verder niks. En dan zeiden ze over 6 weken, dan is het einde verhaal. Nou, dan mag je niet blijven. Dat was gewoon in die tijd zo. Maar goed, dat heb ik niet beleefd. Ik begon op 1 oktober 1947. En toen ik dus bij mijn elders morgens om te beginnen, toen zeiden ze dat ik naar het bureau stakingsafrekening moest gaan. En dat zat in het Massengast bij de Oude Gracht. Ik was stom verbaasd. Ik dacht, ik ga naar een van die hoofdgebouwen, maar dat ging dus niet. Ja, het was een winkel geweest. Dus ja, het was V&D. Dus het was het was niet als kantoor gebouwd. Want je had gewoon een hele oppervlakte, zeg maar, waar in gedeelte mensen zaten. Maar het was niet een kantoorgebouw. Want ja, nu is het dan bibliotheek, zeg maar. En dat, ja, daar moesten we dus alles uitplussen van wat heeft iemand in de stakingstijd gehad. En heeft hij te veel gehad of te weinig gehad. En daar begon ik mee. Ik weet alleen wel dat ik s'avonds thuis kwam en ik was doodmoe. Ik dacht, dat hou ik nooit vol. Ze hadden zoveel personeel nodig dat toen ik de boodschap kreeg dat ik aangenomen was, toen zeiden ze, wanneer kunt u beginnen morgen? Ik zei, nee, ik hou eerst vakantie. Ik denk, het is mijn laatste vakantie. Dus ik zei, nee, 1 oktober is gekomen. Nou, en toen we daar klaar waren, toen ging ik naar de loonadministratie. Salarissen en pensioenen. En daar ben ik bij gebleven. Sinds de industriële revolutie ging de ontwikkeling van het spoor onverminderd verder. En verandering is niet altijd even makkelijk. Het verdwijnen van werkspoor bijvoorbeeld en het nieuwe traject naar Lelystad zorgde voor de nodige protesten. Ik was scholier op de HTS in Utrecht. En gebruikelijk was dat in het stagejaar dat je bij bedrijven ging werken. En een van mijn bedrijven waar ik ging werken was Werkspoor in Utrecht. Werkspoor was een uniek bedrijf in Nederland. Het enige nog wat materieel voor de spoorwegen bouwde. Het was allemaal handwerk bij Werkspoor. De bolle kop, zoals dat heet, moest met de hand worden geklopt in de maat die er dan precies paste. En ik herinner me nog dat ik
werd uitgedaagd door de mensen met wie ik moest werken om toch ook zelf maar eens zo'n stukje met een apart stuk hamer te bekloppen en het passend te gaan maken op dat laatste stukje wat er dan nog aan ontbrak. Dat was dus wat ik noemde puur handwerk en dat staat me nog als de dag van gisteren voor de geest, hoe mensen daar de hele dag mee bezig waren en daar ook werkelijk trots waren als die kop mooi bol rond was. Ja, het deed ertoe. Hè, werkspoor deed ertoe in de industrie in Nederland. En als je met lasapparaten en met slijpstijf aan de gang bent, dan hangt er een bepaald ijzerluchtje in zo'n hal. Met heel veel lawaai. Wat ik als student alleen maar machtig mooi vond, om het maar eens zo uit te drukken. En ik heb meegemaakt eigenlijk de laatste dagen van het bedrijf. Het bedrijf kreeg concurrentie op Europees gebied met Talbot in Aken. En NS had aangekondigd daar ook treinen te laten bouwen. Nou, dat viel natuurlijk verkeerd bij de mensen van Werkspoor. De gieterij trekt collectief op naar de kantine. 600 man die proberen niet aan ontslag te denken. Die hebben actie gevoerd, zijn ook naar Den Haag gegaan, een optocht, afijn. Het is toch uiteindelijk niet helemaal gelukt. Eigenlijk niet. En het was de laatste fase van Werkspoor. Dan hebben ze mensen ontslagen die 20, 23 jaar hier werkten. Hè? En die hebben, of 40 jaar, die hebben ze zo de straat opgeschopt. Wat hebben wij hier voor toekomst bij Werkspoor? En in 1972, in februari, werd daar ook voor het allerlaatst dan een treinstel weggehaald. Door Werkspoor gebouwd. Het laatste in Nederland gebouwde treinstel. En daar met verbazing staan kijken naar op die unieke dag, de unieke gelegenheid om dat mee te kunnen maken. De locomotief die uit Utrecht kwam om het treinstel op te halen met een nietsvermoedende machinist, want die deed gewoon een klus, treinstel aankoppelen, starten en wegwezen. Het hek ging dicht en ik geloof ook niet dat het daarna ooit nog meer is opengegaan. Dat was het dan. Zelfs mij als stagiair, ik herhaal, 6, 7, 8 maanden daar gewerkt hebbend, zelfs ik had een gevoel van, wat doen ze ons nu aan, ons? En ik rekende mezelf al een klein beetje tot het werkspoorpubliek. Nou, dan ben ik maar een jonkie in vergelijking met de mensen die er 40 jaar op hadden zitten, of meer. Later, toen ik als HTS'er ging afstuderen, de afstudeeropdracht heb ik ook gedaan bij NS. En ik kreeg de opdracht om met een studieleider de plannen te ontwikkelen voor wat toen nog de Flevolijn werd genoemd. De spoorlijn naar Lelystad. We hebben station Weesp ontworpen hoe het eruit zou moeten zien. Plannen gemaakt om de bruggen te verdubbelen en te verhogen. We moesten wel naar gemeentes om met de inspraakavonden uit te gaan leggen hoe wij de spoorlijn dachten te gaan aanleggen. En in Almere en de polder met name ontstond onmiddellijk hele grote, echt ook emotionele weerstand tegen de aanleg, omdat we dwars door de Oostvaardersplassen zouden gaan rijden met de trein. Een gebied van bijna 6000 hectare, eigenlijk bestemd als industrieterrein, ontwikkelde zich bij afwezigheid van ingrijpen van de mens tot een schitterend natuurgebied. Maar de aanleg van de Flevolijn dichtbij het plassengebied zou de doodsklap betekenen voor de Oostvaardersplassen. Een van de meest essentiële vogels in dit systeem is de gouden gans. Die gouden gans die broedt hier, die ruit hier en door zijn vraat houdt hij het gebied open. Nu is het er een 7-uur spoorlijn vlak langs de zeg maar, broed- en ruitplaatsen van die gouden gans gesitueerd. Nou, waar we hier staan, kan dat niet op de meter nauwkeurig zeggen, maar zoals ook denk ik ooit het Naardermeer doorkruist is door de spoorlijn vanuit het Gooi, zou dat hier opnieuw gebeurd zijn.
Ik herinner me dat ook toen we terugreden in de auto. Mijn baas toen tegen mij zei, nou, dat zal een hele kluif worden. Want ook hij onder de indruk was van de boosheid, de emotie die men had. Puur ja, om toch het milieu te beschermen. Uiteindelijk is dat uitgemond in wat we dan nu het badkuiptracé noemen. Dus als je op de kaart zou kijken, zie je ook de spoorlijn met een grote boog om de Oostvaardersplassen heen lopen. Dat is echt het gevolg puur van de inspraak die er toen heeft plaatsgevonden. Hier is het natuurgebied, de Oostvaardersplassen. Hier loopt de A6 naar Lelystad. En hier zien we de spoorlijn die die bocht maakt, er omheen rijdt. Waardoor dit het idee heeft van de badkuip. Als de spoorlijn rechtdoor zou zijn gelopen, had hij dwars door het natuurgebied heen gereden. En door de badkuip, door het tracé om te buigen, is het natuurgebied Oostvaardersplassen gespaard gebleven. Vlak land, water, dieren en het is rust en veel wind. Ongerept. En dat we dan met de trein een bochtje maken, dat moet dan maar, denk ik dan. Herinneringen aan het spoor. Volgende week gaan we naar vliegbasis Soesterberg. Militaire luchtvaart en natuur blijken daar wonderwel samen te gaan.